Goedemiddag allemaal. Ik zal me eerst even netjes voorstellen. Mijn naam is Ans de Jong, werkzaam bij de NVN en coördineer onder andere ook deze wetenschapsdag. Voordat ik u Ron Gansevoort ga voorstellen, neem ik eerst eventjes een aantal spelregels met u door. Dit is opgenomen in een meet. Het wordt opgenomen. Dat betekent als u de camera aan heeft staan. Het is in een meetingvorm wordt het opgenomen. Als u de camera aan heeft staan, kan het zijn dat u in beeld komt. Als u dat liever niet heeft, moet u de camera uitzetten. U kunt zelfs ook uw naam weghalen door op de drie puntjes naast uw naam te klikken. Zodat ook uw naam niet tevoorschijn komt. U kunt de vragen stellen in de chat onderaan. We zullen aan het eind van de presentatie van kijken hoeveel vragen we kunnen beantwoorden. Mocht dat niet helemaal lukken, dan kunnen we altijd kijken of we daar nog een Q&A van kunnen maken, die we later op de website kunnen van de NVN of nieren.nl kunnen toevoegen. Dat zijn eigenlijk wat mij betreft wel de spelregels voor de start. Ik wil u graag Ron Gansevoort voorstellen, nefroloog en hoogleraar interne geneeskunde. En Ron gaat ons alles vertellen over de mooie ontwikkeling over diabetesmedicatie. Ron, ja, welkom. Dank je. En aan jou het woord. Ja, een hele eer. En doe deze bijeenkomst, het is virtueel. Maakt het altijd makkelijk om te doen, want dit keer is het vanuit Parijs, waar ik ben op een vergadering van een internationale richtlijnencommissie om een nieuwe richtlijn te maken voor patiënten met kiestenieren. Maar vandaag wil ik het over een ander onderwerp hebben. En dat is namelijk de Renal Life Cycle Trial. Dan zien jullie hier de eerste dia. Dit is ons logo dat daarop top staat. En de Renal Life Cycle Trial is een onderzoek naar het beschermend effect op hart en nieren van een nieuwe klasse geneesmiddelen, zogenaamde SGLT2-remmers, bij patiënten met ernstige nierziekten. En ik ben al aangekondigd, mijn naam is Ron Gansevoort en ik werk als hoogleraar interne geneeskunde bij de afdeling nierziekten in het UMC Groningen. En met name doe ik veel onderzoek naar het vroeg opsporen van patiënten met nierziekten en het proberen te voorkomen dat zij progressie vertonen, dat zij achteruit gaan in nierfunctie en dat zij hart- en vaatziekten ontwikkelen. En in dat kader hebben we ook dit onderzoek ontwikkeld. Mag ik de volgende dia, Hans? Want dit is eigenlijk een beetje de samenvatting van het verhaal SGLT2-remmers. Dat is een nieuwe klasse geneesmiddelen. We zeggen wel nieuw, maar eigenlijk is het helemaal niet zo nieuw. Want ze zijn eigenlijk al sinds 2012 op de markt als glucoseverlagend geneesmiddel. Maar bloedsuikerwaarde werd wel verlaagd, maar het was allemaal niet heel erg sterk. Dus deze middelen hebben eigenlijk heel weinig aandacht gekregen. En toen werd er één onderzoek gedaan en bleek deze middelen een spectaculair effect te hebben op de bescherming van hart en nieren. En daarna zijn een heel aantal specifiek opgezette onderzoeken uitgevoerd. En dat bleek bevestigd te kunnen worden, dat positieve effect op hart en nieren. En waarbij het effect onafhankelijk van nierfunctie bleek, alleen het is niet onderzocht bij slechte nierfunctie. En dat is eigenlijk het hele verhaal dat ik het met jullie wil gaan doornemen. Maar de volgende dia. Want SGLT2-remmers, SGLT2, dat is een afkorting. En die afkorting staat voor sodium glucose transporter type 2. Hoeft u vanzelfsprekend niet te onthouden, hè? Maar het gaat erover dat er in de nier eigenlijk een soort pompje zit. En dat pompje dat werkt op zout, op sodium, op natrium. Het werkt op suiker. En er zijn verschillende van dit soort pompjes, maar dit is het type 2 transporter. Mag ik de volgende dia? Dan heb ik hier eventjes weergegeven één van beide nieren. En als je die nier doorsnijdt, en dat zie je
in het midden aan de onderkant, dan zie je een structuur waarbij er een soort schors is rondom de nier. En je hebt het merg. En als je daarop inzoomt, dan zie je dat in de schors zeeflichaampjes zitten met nierbuisjes en bloedvaten. En de nier die bevat ongeveer 500.000 van dit soort zeeflichaampjes, nierbuisjes en bloedvaten. Dus als je 2 nieren hebt, heb je er 1 miljoen. Dat is de normale, gezonde situatie. En dan gaan we nog wat verder inzoomen op dat zeeflichaampje en dat nierbuisje. De volgende dia. Dan zie je aan de linkerkant boven, daar heb je het zeefje zitten en dat is in rood weergegeven. En in dat zeefje, daar gaat bloed naar binnen en daar komt ook weer bloed uit. En als je heel goed kijkt, zie je dat het bloedvat waarbij bloed naar binnen gaat breder is dan het bloedvat waar het bloed uitkomt. En dan snap je wel, dat is eigenlijk gewoon loodgieterskennis. Als het bloed makkelijker in dat zeefje kan dan dat het eruit kan, dan heerst daar een bepaalde druk. Dan heerst een druk in dat zeefje. En die druk zorgt ervoor dat bloed gefilterd wordt tot urine. En die urine komt nou in die nierbuisjes. En dan kijk je rechtsonder. Dan blijkt dat als je inzoomt hierop, dat mensen in die zeefjes maken ze zogenaamde voorurine. En dat is wel 200 liter per dag. En in die voorurine, daar zit ook zout en suiker in. Maar uiteindelijk komt er in uw urine geen suiker meer uit, want er hoort geen suiker in je urine te zitten. En er hoort nog maar een heel klein beetje zout in de urine te zitten. Maar in die voorurine zit eigenlijk wel per dag een pak zout en een half pak suiker. Maar dat wordt allemaal teruggeslobberd door van die transporteiwitten. Zoals dat sodium-glucose transporteiwit. En mag ik de volgende? En dan zie je nu dat je dus verschillende van dat soort transporteiwitjes hebt. En als er nu eentje geblokkeerd wordt, en dat heb ik aangegeven met dat rode kruisje, dan wordt niet meer alle suiker en alle zout teruggehaald uit die voorurine het lichaam in. Maar dan blijft er in je urine een klein beetje suiker zitten en een klein beetje zout. En zo werkt dus die SGLT2-remmer. Het blokkeert een transporteiwitje, waardoor je uiteindelijk een klein beetje suiker en een klein beetje zout gaat verliezen in je urine. Mag ik de volgende dia? Maar ja, en omdat je wat suiker en zout gaat verliezen, hè, dat de urine een klein beetje suiker bevat, krijgen patiënten met suikerziekte een betere bloedsuikerregeling. Bovendien, je verliest continu wat suiker. Het leidt ook, als je deze geneesmiddelen gaat gebruiken, tot wat gewichtsverlies. 2 à 3 kilo. De meeste mensen vinden dat wel een vorm van een mooie bijwerking. Niet alleen bevat de urine nou een klein beetje suiker, maar de urine bevat ook wat meer zout. En omdat die wat meer zout bevat, krijg je een betere bloeddrukregulatie. En mensen zullen ook minder vocht vasthouden. Dus mensen krijgen wat minder oedeem, wat lagere bloeddruk. En wat helemaal belangrijk is, is dat door een heel ingewikkeld mechanisme de druk in die nierfiltertjes omlaag gaat. En dat is iets wat heel belangrijk is. Want stel je voor, je hebt een nierziekte. En dan de helft van al je nierfiltertjes is kapot gegaan. Dus je hebt nog maar de helft over. En die helft die je over hebt, die moet dan extra hard gaan werken om het van die anderen die al kapot gegaan zijn om over te nemen. Dus die nierfiltertjes gaan extra hard werken. En daardoor ontstaat er een hoge druk in die filtertjes. En dat is schadelijk, dat is niet goed. Dat is altijd zo, als er te veel druk is, dan raakt het beschadigd, dan gaat het kapot. En uiteindelijk ga je dan nog meer nierfiltertjes verliezen. En wat wij nu proberen met medicijnen te doen als nierspecialisten, is de druk in die nierfiltertjes omlaag te brengen. En dat doen we met goede bloeddrukregulatie. Maar met deze nieuwe klasse geneesmiddel, de SGLT2-remmers, kunnen we ook die bloeddruk in die nierfiltertjes
omlaag brengen. En dat is dus een gunstig iets. Mag ik de volgende dia? Deze medicamenten hebben, als je nou kijkt naar het werkingsmechanisme, ook wel bijwerkingen. En dat is altijd goed om het over te hebben, hè? Want ik ga het zo meteen laten zien dat het een spectaculaire effect heeft. Maar alles wat werkt, heeft ook een bijwerking. Dat kan niet anders. Geneesmiddelen die geen bijwerkingen hebben, die kunnen ook niet werken. Deze middelen ook, ze werken, dus ze hebben bijwerkingen. Wat ik al vertelde, je verliest wat zout in de urine, daardoor gaat je bloeddruk omlaag. Maar sommige mensen kunnen dus last krijgen van een te lage bloeddruk en daar duizelig van worden. Wat ook een probleem kan zijn, je verliest wat suiker in de urine. De urine wordt daardoor zoet en dat wordt dan ook een voedingsbodem voor eventuele infecties, voor bacteriën en met name voor schimmels zoals candida. Dus een bijwerking kan zijn dat in zeldzame gevallen mensen urineweginfecties of genitale infecties krijgen. En wat een bijwerking kan zijn als je suiker verliest, dat mensen een te lage bloedsuiker krijgen. En dat zien we eigenlijk alleen bij mensen met type 1 suikerziekte. En dat weten jullie misschien wel, type 1 suikerziekte is suikerziekte die op jonge leeftijd voorkomt. Dus hè, de meeste mensen hebben ouderdomssuikerziekte, dat doen we type 2 suikerziekte. Type 1 suikerziekte, dat is echt die bij kinderen al vaak voorkomt. En daarom zijn SGLT2-remmers mogen ook niet gegeven worden bij patiënten met type 1 suikerziekte. Volgende dia. En dan wil ik een heel moeilijk plaatje uitleggen, maar ik wil het gaan proberen op een begrijpelijke manier van jullie te doen. Want dit is een heel baanbrekend onderzoek geweest. Dat is nu 3 jaar oud. Dat is verschenen in het belangrijkste tijdschrift voor de geneeskunde in de New England Journal of Medicine. En dat onderzoek heette het Credence-onderzoek. En in dat onderzoek werden patiënten ingesloten die chronische nierziekte hadden en ook suikerziekte. En ze moesten nog wel een goede nierfunctie hebben, namelijk een nierfunctie van meer dan 30%. En ze moesten behoorlijk wat eiwitverlies hebben. Een urine-eiwitverlies van meer dan 0,3 gram per dag. En daar werd gekeken in dat onderzoek, daar werden mensen door het lot werd dan bepaald of ze een neptablet kregen, dan wel de echte tablet, de SGLT2-remmer. En dan werd er gekeken naar het optreden van het halveren van nierfunctie, dus je nierfunctie die voor een groot deel verdwenen is, dan wel het optreden van nierfalen of sterfte ten gevolge van hart, vaat of nierziekte. Mag ik de volgende? En dan zie je hier de uitkomsten van dat onderzoek. Dan zie je eerst een soortement grote figuur. En als je dan naar de as kijkt, gaat die van 0 tot 100%. En die figuur hebben ze een beetje uitgetrokken. Dat is die kleinere figuur die daar meer aan de bovenkant zit. Daar gaat de as van 0 tot 30%. Aan dit onderzoek deden meer dan 4000 mensen mee. Dat zijn die getallen aan de onderzijde. Dan zie je op placebo, dus op de neptablet, 2199 mensen die meededen. En op het geneesmiddel, die SGLT2-remmer, en hier was dat canagliflozine, waren 2202 mensen die deelnamen. En dat onderzoek duurde in totaal 3,5 jaar, dus 42 maanden. Mag ik de volgende? En dan verschijnt er nu een rode streep. En die rode streep die heb ik getrokken bij 36 maanden. En die rode streep die snijdt dan de blauwe lijn van canagliflozine, de SGLT2-remmer. En hij snijdt de gele lijn en dat is de lijn van de neptablet, placebo. En dat geeft dan aan hoeveel mensen halvering van nierfunctie hadden, dan wel nierfalen, dan wel overleden aan hart, vaat of nierziekte. En dat bleek op placebo, dus op de neptablet, na 3 jaar bleek 18% deze uitkomst te hebben. En nog eentje, op canagliflozine bleek dat 13% te zijn. En dan nog eentje. En dan 18% versus 13%. Je ziet dan in dit onderzoek dat er een afname is van 30% voor het optreden van die gecombineerde uitkomstmaat. Dus het optreden van nierfalen of overlijden aan hart, vaat of nierziekte. Nou, dit is één onderzoek. Eén onderzoek is altijd mooi, maar moet altijd wel eens een keer eventjes vervolgd worden. En dat was het volgende onderzoek, volgende dia.
Dat was het DAPA-CKD-onderzoek. Eigenlijk hetzelfde soort deelnemers die mee mochten doen, opnieuw patiënten met chronische nierziekte, maar nu patiënten met suikerziekte, maar er mochten ook mensen meedoen zonder suikerziekte. Ook de nierfunctie moest wel weer redelijk goed zijn. De nierfunctie moest meer dan 25% zijn. En weer naar dezelfde uitkomstmaat gekeken, halveren nierfunctie, nierfalen of sterfte. En mag ik de volgende? En hier, na 2,5 jaar in het onderzoek, weer die rode lijn op 28 maanden, dat is 2,5 jaar, blijkt dan op de neptablet placebo 16% een halvering van nierfunctie te hebben, of in dialyse, of overlijden te gevolg van hart- en vaten-nierziekte. En op de SGLT2-remmen, dapagliflozine dit keer, 9,5%. En dat is een afname van 40%. En dat is dus heel spectaculair, hè? Dat met een geneesmiddel dat helemaal geen sterk geneesmiddel is, dat relatief heel goed verdragen wordt, relatief weinig bijwerkingen heeft, dat je een 40% afname bijna ziet van het optreden van de noodzaak voor dialyse en een 40% afname van hart-, vaat- of nierziekte. En ja, dit is het grote nieuws geweest binnen ons vakgebied van de afgelopen jaren. En er was dus eerst dat Credence-onderzoek, maar later kwam het DAPA-CKD en er zijn ondertussen nog meer onderzoeken geweest. Mag ik de volgende dia? Want wat later nou nog meer bleek, dat als je gaat kijken, dit was een soort gecombineerde uitkomstmaat waarbij de niereindpunten en hart- en vaatziekten bij elkaar opgeteld werden. Maar als je nou gaat kijken naar alleen het effect op het hart, dan bleek er een bijna 30% afname te zijn van overlijden of van ziekenhuisopname ten gevolge van hart- en vaatziekte. Maar het effect was er net zo hard op de nieren als op het hart, want op de nieren een 44% afname van het optreden van de noodzaak voor dialyse of voor transplantatie in het onderzoek. Nou, aanvankelijk kwamen deze middelen op de markt voor patiënten met suikerziekte, maar het effect blijkt onafhankelijk te zijn van suikerziekte later. Want er bleken 36% afname te zijn van hart- en nierproblemen bij patiënten met suikerziekte, maar bij de patiënten zonder suikerziekte bleek zelfs een 50% afname van deze problemen. Heel spectaculair. En dat effect, heel veel van onze geneesmiddelen die wij geven, zijn afhankelijk de effectiviteit van hoeveel eiwit je in de urine verliest, bleek hier niet het geval te zijn. Het effect was onafhankelijk van de hoeveelheid urine-eiwitverlies. Volgende. Dus veelbelovende resultaten met deze nieuwe geneesmiddelen, de SGLT2-remmers, bij nierpatiënten met of zonder suikerziekte. Maar let wel, en dat is een belangrijk ding. Alle onderzoeken werden gedaan bij patiënten met nog redelijke nierfunctie, bij een nierfunctie boven de 25-30%. En zo staat het dus nu ook aan de richtlijnen. Huisartsen en nierspecialisten mogen deze medicamenten voorschrijven, maar alleen bij patiënten met een nierfunctie groter dan 30%. En als je het één keer voorgeschreven hebt en mensen zakken onder die nierfunctie, dan mag je er wel mee doorgaan, maar je mag niet iemand met 20% nierfunctie dit middel voorschrijven. Dus het advies is ook te stoppen met SGLT2-remmers wanneer gestart wordt met dialyse of patiënten een niertransplantatie krijgen. En dit is nu echt een probleem, want we willen weten of dit middel ook werkt bij patiënten met slechte nierfunctie. Want patiënten met slechte nierfunctie, daar is natuurlijk het probleem het grootste. Daar zie je de meeste hart- en vaatziekten, daar zie je de meeste sterfte, daar zie je de meeste noodzaak voor het starten van dialyse. Dit zijn juist de mensen die je zou willen behandelen, maar daar hebben we dus geen enkele kennis. En het mag ook niet, die behandeling, volgens de huidige richtlijnen. Volgende dia. Dus het probleem is nu dat de werkzaamheid van deze medicijnen onbekend is bij mensen met een slechtere nierfunctie in dialyse of levend met een transplantaat. En daar is juist de behoefte aan deze medicijnen eigenlijk het hoogst. En we hebben geprobeerd jarenlang om de farmaceutische industrie zo ver te krijgen dat ze onderzoek zouden gaan sponsoren in specifiek deze patiëntencategorie. Maar geneesmiddelenonderzoek was niet mogelijk. Want deze medicamenten die zijn eigenlijk al vrij oud. Ook al is dit allemaal heel recent nieuws dat ze zo spectaculair goed werken, de geneesmiddelen zijn vrij oud en het patent is er vanaf.
En over 1 jaar is het patent er echt af en kunnen dan ook hele goedkope varianten uit India, Pakistan, nou noem het maar op de markt komen. En kan de farmaceutische industrie daar geen geld meer mee verdienen. En de farmaceutische industrie wil dan ook geen onderzoek meer sponsoren. Kunnen ze gewoon niet meer betalen. Toen hebben we gedacht van nou, dan willen we dat zelf wel proberen. En we hebben bij verschillende mensen aangeklopt, maar onderzoek is ontzettend duur. En ja, dat gaat eigenlijk boven het budget van de meeste subsidiegevers in Nederland. En hoe dit nu op te lossen? Volgende dia. Nou, die oplossing kwam eigenlijk via het Piet Poortman Fonds. En hier links ziet u 3 mensen. En dat zijn de bestuursleden van het Piet Poortman Fonds. Piet Poortman was de eigenaar van een taxi-ziekenvervoersbedrijf in Friesland. En die man verdiende geld met ziekenvervoer. En dat geld wat hij daarmee verdiende, heeft hij niet aan zichzelf uitgekeerd, maar heeft hij allemaal in een stichting gestopt. En in die stichting zat op een gegeven moment heel veel geld. En toen hij oud werd en ziek werd en richting overlijden, toen heeft hij bepaald dat dat geld wat in die stichting zat, wat hem terug moest naar zieken. En zo heeft hij berekend met een accountant, God, welke patiënten heb ik nou vervoerd? Nou, dat waren orthopedische patiënten, dat waren patiënten die slecht konden zien, maar een heel grote groep waren ook de dialysepatiënten en de niertransplantatiepatiënten. En zo is het gekomen dat wij 4,4 miljoen euro hebben gekregen van het Piet Poortman Fonds. Mag ik de volgende dia? En het Piet Poortman Fonds heeft een uiteindelijk in samenspraak met ons het geld overgemaakt naar de Nierstichting. En de Nierstichting die beheert dat geld en die kijkt of het goed besteed wordt. En die hebben het dan weer ondergebracht bij het onderzoek dat wij ontworpen hebben. Mag ik de volgende dia? Want het Piet Poortman Fonds die wou dus geld geven voor onderzoek, maar hadden daar wel eisen bij, want ze vonden dat het wel onderzoek moest zijn met impact. Dus er moest kans zijn op directe klinische toepasbaarheid. Nou, je kan onderzoek sponsoren dat bazaal wetenschappelijk is. Dus direct experimenteel onderzoek met muizen en ratten bijvoorbeeld. Maar dat wouden ze niet. Het moest klinisch onderzoek zijn. En als het onderzoek afgelopen was, hoop je op een resultaat dat ook direct in de praktijk toegepast kan worden. Ze vonden ook, ja, we moeten zoveel mogelijk nierpatiënten moeten er baat bij kunnen hebben. Want ze hebben dialysepatiënten vervoerd, maar ook transplantatiepatiënten en algemene nefrologiepatiënten die niet dialyseerden, niet transplanteerden. En eigenlijk wouden ze zoveel mogelijk van die patiëntengroepen eigenlijk daar ook weer baat bij hebben. Zelf vonden wij als onderzoekers uit het Universitair Medisch Centrum Groningen dat wij niet alleen als uitvoerder baat erbij moesten hebben, maar dat het eigenlijk onderzoek moest worden met een landelijke uitstraling. En dit hebben we opgelost door de renal lifecycle onderzoek op te zetten. Volgende dia graag. En het renal lifecycle onderzoek, dat heeft dan tot doel om te onderzoeken of die SGLT2-remmers, of we die ook beschikbaar kunnen maken voor patiënten met ernstig gestoorde nierfunctie, die dialyse ondergaan of leven met een niertransplantaat, en dan hopen dat het ook bij deze patiënten werkt en dat we daarmee hun prognose kunnen verbeteren. En we willen dat doen door een groot onderzoek te doen, een klinische studie, waarbij mensen weer via de dobbelsteen wordt bepaald of dat ze of het echte middel krijgen, dan wel een neptablet placebo, waarbij de patiënt niet weet wat hij krijgt, maar de dokter ook niet. Dat deed dus dubbelblind. En dat het dobbelsteen beslist, dat heet dan gerandomiseerd en placebo gecontroleerd. Hè, dat het, je hebt of de actieve geneesmiddel of je hebt een neptablet waarbij dokter zoals patiënt niet weten welke het gaat worden. Het is een heel grootschalig project. We zijn begonnen in Nederland en Vlaanderen, maar daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Ook Duitsland en Australië en mogelijk Amerika gaan nu meedoen. Volgende dia. Nou, we hebben dat onderzoek ontworpen als dat het een pragmatische aanpak moet hebben. Pragmatisch wil zeggen dat het niet belastend moet zijn. En daarom hebben we gekeken dat de onderzoekshandelingen minimale belasting moeten zijn voor patiënt, maar ook voor de onderzoeken naast de reguliere klinische zorg die zij toch al krijgen. En we proberen het nog pragmatischer te maken, nog makkelijker te maken, door vanuit het UMC Groningen
ondersteuning te helpen geven bij alle deelnemende ziekenhuizen. En niet alleen dat ze dan ondersteuning krijgen vanuit het UMCG, maar we hebben dan ook nog eens een keer onderzoeksverpleegkundigen gaan we aannemen die de lokale doktoren kunnen helpen bij het includeren en het zien van patiënten. In totaal willen we ongeveer 1500 patiënten includeren in het onderzoek. En dat moeten ofwel mensen zijn met een ernstig gestoorde nierfunctie, dat wil zeggen nierfunctie minder dan 25%, of het moeten dialysepatiënten zijn en die moeten dan nog een urineproductie hebben van meer dan 500 milliliter per dag, of het zijn niertransplantatiepatiënten met een nierfunctie kleiner dan 45%. Dat zijn dus de drie groepen die mee kunnen doen met het onderzoek. Volgende dia. En waarom heet dit onderzoek nu de renal life cycle? Renal betekent nier, dus de nierlevenscyclus. Nou, dat is omdat je wordt geboren, de meeste mensen zijn dan gelukkig gezond. Sommigen ontwikkelen dan een nierziekte. Door die nierziekte ontwikkelen ze nierfalen. En als ze nierfalen hebben, is er op een gegeven moment noodzaak om te starten bij dialyse. En mensen dialyseren tot er een transplantatie plaatsvindt of gaan rechtstreeks naar transplantatie. Maar dit lijkt net alsof het van boven naar beneden gaat. Maar dat is niet helemaal waar, want het gaat ook door. Want als mensen één keer getransplanteerd zijn, kunnen ze weer een probleem krijgen in die transplantaatnier. Weer opnieuw een nierziekte, afstoting bijvoorbeeld. En dan kunnen ze weer nierfalen krijgen, opnieuw een dialyse komen, opnieuw voor transplantatie in aanmerking komen. Dus wat je vaak merkt, is dat mensen zo'n levenscyclus, zo'n nierlevenscyclus 1, 2, soms zelfs wel 3 keer doorlopen. En onderzoeken worden normaal gedaan eigenlijk alleen bij patiënten met nierfalen. Of ze worden alleen gedaan bij dialyse. Of alleen bij transplantatie. Maar dat is een beetje kunstmatig. Wij vinden dat dat één geheel is, één spectrum. Je gaat gewoon van de ene fase naar de andere. En als je in ons onderzoek zit en je gaat van de ene fase naar de andere fase, stopt het onderzoek ook niet voor je, maar ga je gewoon door. En dat is heel specifiek voor dit onderzoek. Dat is eigenlijk nog nooit gedaan. En daarom heet het het renal life cycle, het nierlevenscyclusonderzoek. Volgende dia. Hoe vaak moeten mensen komen? Nou, mensen worden eerst een keertje gescreend. Er worden gekeken of dat ze wel mee kunnen doen, of ze voldoen aan de criteria om mee te mogen doen. Als dat zo is, dan komen ze voor een zogenaamd randomisatieonderzoek, waarbij de dobbelsteen bepaalt dan of ze ofwel de neptablet placebo gaan krijgen, of ze gaan de echte tablet dapagliflozine krijgen, 10 milligram per dag. En als ze dan starten met deze medicijnen, is er een eerste visite na 2 weken, dus een halve maand. Dan komt er een visite na 3 maanden, dan na 6 maanden. En vervolgens 1 keer per 6 maanden worden mensen gezien. En dat is dus niet belastend. Het moet niet belastend zijn voor doktoren. Het moet niet belastend zijn met name voor patiënten. En patiënten, zeker bij zo'n slechte nierfunctie of in dialyse of transplantatie, die komen toch wel 1 keer per half jaar bij de dokter. Dus dan gelden hun normale routine klinische zorg, geldt dan ook meteen voor het onderzoek. En het onderzoek zal ongeveer 4 jaar gaan duren. Volgende dia. Wie kan dan meedoen? Nou, die 3 groepen waar ik het eerder over gehad heb. Patiënten met ernstig nierfalen, nierfunctie kleiner dan 25%. Dialysepatiënten, en dat kunnen zowel hemodialysepatiënten zijn als peritoneaal dialyse, maar ze moeten nog wel wat nierfunctie hebben. Ze moeten nog wel meer dan 0,5 liter per dag plassen. En patiënten dus met een niertransplantaat en een nierfunctie kleiner dan 45%. Ze moeten ouder zijn natuurlijk dan 18 jaar en ze moeten natuurlijk niet dementerend zijn of een handicap hebben. Ze moeten kunnen beslissen of ze mee willen doen aan dit onderzoek. Volgende dia. En dat was ook een van de vragen die ik van tevoren kreeg. Meedoen aan het onderzoek kan onafhankelijk van je type nierziekte. Of het nou ten gevolge van suikerziekte is of niet ten gevolge van suikerziekte. Of het focale segmentale sclerose of IgA nefropathie. Al die verschillende nierziekten die er zijn. Alle patiënten kunnen in principe meedoen. Behalve de volgende patiënten. Volgende dia. Wie niet mee kunnen doen,
naar de patiënten met type 1 suikerziekte, dus suikerziekte die al op hele jonge leeftijd ontstaan is. Mensen die al behandeld worden met zo'n medicijn. Mensen die een voorgeschiedenis hebben met heel vaak urineweginfecties of genitale infecties. Nou, dan, die komen misschien in de problemen door ons medicijn, dat wil je liever ook niet. Als mensen nog maar een hele korte levensverwachting hebben omdat ze heel kwetsbaar zijn of ze hebben bijvoorbeeld ze hebben kanker, nou, dan kan je beter ook niet meedoen met het onderzoek, dan is dat alleen maar belastend. En zo zijn er nog een aantal specifieke redenen om niet mee te kunnen doen. Maar in principe kan veruit het merendeel van de patiënten meedoen. Volgende dia. Nou, de studiebelasting die is heel beperkt, omdat we de studievisites proberen te combineren met routine klinische zorg. Dus het aantal visites waar ik het net over had, de screeningvisite om te kijken of je überhaupt mee kan doen. De baselinevisite, de randomisatie, waarin de dobbelsteen bepaalt naar welke groep je gaat. En dan een visite na 2 weken, 3 weken en vervolgens nog maar 1 keer per 6 maanden. Dat kan gecombineerd worden met routine klinische zorg. Geen extra ziekenhuisbezoeken noodzakelijk. En ook de bloedafnames die we gaan doen voor dit onderzoek, die worden gewoon gecombineerd met bloedafnames voor routinezorg. Dus er hoeft niet extra bloed geprikt te worden. We vragen mensen wel allerlei vragenlijsten te beantwoorden, met name over kwaliteit van leven. Maar wat we ook zullen gaan doen, zijn geheugentesten. Want er zijn namelijk aanwijzingen dat deze medicatie, deze SGLT2-remmers, ook een verbetering geven van geheugencapaciteit. En dat willen we gaan onderzoeken. En in een kleine groep van 250 van de mensen gaan we ook een echo van het hart maken of een scan van het hart. En dat gaat met name gebeuren bij de patiënten in de regio Amsterdam en patiënten die in Australië meedoen. Volgende dia. Nou, eindpunten. Het wordt zo'n gecombineerd eindpunt, wat ik net ook vertelde. Dus we gaan kijken naar het optreden van sterfte, het optreden van nierfalen, dus wanneer mensen moeten starten met dialyse of transplantatie, en naar de ziekenhuisopnames wegen hartfalen. En dan zijn er ook nog wat we noemen een heel aantal secundaire eindpunten. We gaan kijken naar kwaliteit van leven ook bijvoorbeeld, maar ook naar de kosteneffectiviteit. Weegt de kosten van een extra tablet wel op tegen de problemen die je kan voorkomen. Volgende dia. Samenwerking is heel groot. We hebben Nederland verdeeld in 7 regio's. Nederland heeft 7 universitaire medische centra. En dat zijn de 7 regio's. En ziet ze hier aan de rechterkant genoemd. Maar in principe doen vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland doen mee. En niet alleen in Nederland, maar we hebben ook een heel aantal ziekenhuizen in Vlaanderen die mee willen doen. Met name de ziekenhuizen in de buurt van Leuven. Dit onderzoek is opgezet als een Nederlands-Belgisch samenwerkingsverband. Maar dit onderzoek heeft zoveel aandacht gekregen dat nou ook mensen uit het buitenland mee willen doen. Er zijn Duitsers geweest uit Würzburg. Die komen met 12 ziekenhuizen. En die hebben zelf hun eigen geld verzorgd. En in Australië zit een groep rondom Sydney, ook met een 12-tal ziekenhuizen, die willen ook meedoen. En ze hebben zelf een subsidieaanvraag geschreven bij de Australische overheid. En de Australische overheid heeft bijna 2 miljoen Australische dollars gegeven, zodat zij mee kunnen doen aan ons onderzoek. En we zijn nu nog aan het overleggen met Tübingen en een extra aantal ziekenhuizen, maar ook met een aantal ziekenhuizen in Amerika die graag mee willen doen. En ook daar geldt weer dat deze mensen zelf hun eigen geld mee gaan nemen om mee te kunnen doen. En dat is een ontzettend unieke situatie. Meestal is het ontzettend moeilijk om ziekenhuizen te vinden die mee willen doen met je onderzoek. Nu is het enthousiasme zo groot dat ze mee willen doen, maar niet alleen mee willen doen. Ze brengen zelf ook nog eens een keertje hun eigen geld mee. En dat is, ja, dat is echt uniek. Volgende dia. Nou, hier zie je alle ziekenhuizen in Nederland die meedoen. Dat zijn de witte stipjes op deze kaart. Er zijn 63 ziekenhuizen en dialysecentra. Die hebben we benaderd. 30 doen al mee. En 30 zijn bezig om de goedkeuring te krijgen van hun ziekenhuis om mee te mogen doen. En dat gaat ook wel lukken. En slechts 3 van alle centra die hebben gezegd van nou, op het moment is het te druk bij ons, we hebben te veel problemen, doen eventjes liever niet mee.
Maar in principe doet vrijwel ieder ziekenhuis doet mee. Mag ik de volgende dia? En waarom is er dan zoveel interesse bij die verschillende ziekenhuizen, maar ook in het buitenland om deel te nemen? Nou, men denkt, je voelt gewoon dat dit is een relevant onderzoek. Die SGLT2-remmers zijn de grote stap voorwaarts bij patiënten met vroege ziekte, nierziekte. Maar ja, wij weten allemaal dat de nierproblemen bij patiënten met slechtere nierfunctie in dialyse en transplantatie is het grootste. En daar is geen enkele kennis over wat deze medicijnen doen. En wij gaan nu deze kennis ontwikkelen. Dus iedereen voelt dat dit een relevant project is, relevant voor patiëntenzorg. Bovendien, het heeft beperkt belasting voor patiënten en voor onderzoekers. Ze krijgen er adequate steun bij de administratie. Ze krijgen ook een adequate financiële vergoeding. En we betrekken ze ook bij wetenschappelijke publicaties. En dat maakt, denk ik, dit gezamenlijke pakket waarom er een grote interesse is om deel te willen nemen aan dit onderzoek. Volgende dia. Nou, betrokken partijen, behalve dan die ziekenhuizen, is dat ook de Nierpatiëntenvereniging Nederland meedenkt. Die hebben ook meegedacht over hoe het onderzoek vorm moet krijgen, maar ook bijvoorbeeld hoe de informatievoorziening voor patiënten moet zijn. Farmaceutische industrie doet mee in zoverre dat die de onderzoeksmedicatie gratis ter beschikking heeft gesteld. En het is dubbelblind, hè? Dus wij weten niet of het nou echt medicijn is of nepmedicijn. En de gift van AstraZeneca is ook nog eens een keer 2 miljoen euro waard, al die medicatie. Nou, financiering voor het belangrijkste deel gaat dus via de erfenis van een particuliere persoon. Maar we hebben nu ook een aantal buitenlandse partners die meedoen met hun eigen geld. Ach, de volgende dia. Organisatie. Ja, dit gaat misschien wat ver, maar voordat je zo'n onderzoek opzet, dat is echt een enorme klus. Dus we hebben een stuurgroep, een trial steering committee. Daar zitten allerlei mensen in vanuit alle verschillende UMC's, maar ook uit het buitenland. En wij krijgen dan advies. We krijgen advies via een internationale adviescommissie. Maar we krijgen ook advies van de patiëntenadviescommissie. Dus iedere keer als wij denken van het onderzoek moet een beetje aangepast worden, dan vragen we toestemming aan de internationale adviescommissie, die wetenschappers, maar ook aan de patiënten. Van wat vinden jullie ervan? Zijn jullie daar mee akkoord? Mag ik de volgende dia? Na het verloop van het onderzoek in 2021 is het allemaal begonnen, vorig jaar. Toen zijn we begonnen met het onderzoek op te zetten. In 2022 hebben we dan uiteindelijk ingediend bij de Medische Ethische Commissie. Ondertussen is het al goedgekeurd. En we kunnen sinds 1 week zijn we gestart met het includeren van de eerste patiënten. En uiteindelijk hopen we de 1500 tot 2000 patiënten te includeren in dit onderzoek in alle verschillende ziekenhuizen. En inclusie zal gaan in een periode van 2022 tot en met 2026. In 2026 wordt het onderzoek dan afgerond en hebben we hopelijk de resultaten. En dan zullen we de kennis hebben of deze medicijnen ook werken bij patiënten met een ernstig gestoorde nierfunctie. Volgende dia. Als u nog meer informatie zou willen hebben, meer informatie dan ik nu al verteld heb, dan kunt u dat uw eigen nierarts, uw eigen nefroloog vragen. Maar er zijn ook regiovertegenwoordigers. En u kunt ook informatie vinden op het internet. Op nieren.nl staat bijvoorbeeld ook een artikel met wat achtergrondinformatie. Maar we hebben ook speciaal voor patiënten ook een website geopend. De www.renallifecycle.com website. En daar kunt u naartoe gaan om meer informatie te krijgen. En als u vragen heeft, kunt u die daar ook indienen. Mag ik de volgende dia, Hans? Ja. Want ik had het net over die regiovertegenwoordigers. Nou, die regiovertegenwoordigers zitten dus in de verschillende UMC's. En hier ziet u hun namen, maar ook bijvoorbeeld uit Leuven, uit Australië. En uit Duitsland ziet u de namen. Deze mensen kunnen ook allemaal benaderd worden. En de coördinator van het onderzoek, dat is Helene Nijmeijer, ziet u ook nog eens een keer haar e-mailadres. Maar mocht u nog meer informatie nodig hebben, dat kan op heel veel verschillende manieren.
En volgens mij was dit de laatste dia. Kan je nog even kijken of er... ja. En dan weet ik niet of er vragen zijn. Ik weet niet, anders neem jij het nu als een soort quizdame, neem jij het over? Ik ga geluid aanzetten, dat is een stuk makkelijker. Ja, wat een goed verhaal, Ron. Want af en toe inderdaad wat... nou ja, wat je zelf ook al zegt, dan probeer ik het eenvoudig te vertellen. Maar ja, dat is soms ook moeilijk. En hoe prachtig hoe zo'n poortman fonds dat er kan zijn. Hè? Dat is, ik weet nog het moment dat hier binnenkwam. Ja, ja, het is echt heel bijzonder. Het is altijd zo moeilijk om geld te vinden. Voor ja, dit is ook en dat er dan iemand naar je toe komt van, god, jullie krijgen 4,4 miljoen. En jullie moeten zelf nu een relevant onderzoek bij verzinnen. Ja. En dan krijg je opeens een hele andere situatie. Ja. En we hebben echt met alle nefrologen, de nierartsen in ons centrum samengezeten van, god, wat voor soort onderzoek zouden we kunnen doen? En er zijn echt tientallen verschillende onderzoeken zijn genoemd. Ja. Maar uiteindelijk dachten we van, nou, dit heeft de kansen op de grootste impact voor patiënten. En ook van, ja, dit is niet Gronings onderzoek, dit wordt Nederlands onderzoek, het wordt zelfs nu internationaal onderzoek. Ja, mooi hè. En dan van zo'n taxibedrijf, ik bedoel, hoe dat kan ontstaan. Ja, nou, er zijn zeker vragen binnengekomen. Daar moet ik even de bril voor opzetten, want anders kan ik het allemaal niet meer lezen. Ik kijk even wat er voorbij gekomen is. Ik heb best vaak blaasontsteking, 1 keer per 1 à 2 maanden. Ik lees dat bijwerking ontsteking kan zijn. Is het dan verstandig om SGLT2 te nemen? Nee, als mensen echt vaker blaasontsteking hebben, en wij zeggen als dat meer dan 2 keer per half jaar is, dan lijkt het ons minder verstandig. Maar ja, weet je, dat is ook per individu nog wel weer afhankelijk. Hè? Want als je blaasontsteking hebt en je hebt maar een heel klein beetje klachten en het wordt behandeld met 1 tablet antibiotica, het is wel weer goed. Nou ja, dan kan dat natuurlijk eventueel wel. Maar als mensen vaker blaasontsteking hebben en met name ernstige vormen van blaasontsteking, dan zou ook wat terughoudend zijn. Ja, ja. Ja, natuurlijk de vraag, hoe kan ik meedoen? Ja, je kan meedoen door je aan te melden bij je eigen nefroloog. Want in principe horen alle ziekenhuizen in Nederland hiervan af te weten. Maar het kan zijn, hè, kijk, in zo'n centrum werken vaak 5 of 6 verschillende nierartsen. Mm-hmm. En niet iedere nierarts is exact op de hoogte. Dus als je erover begint van, god, dat renal life cycle onderzoek, ik zou eventueel wel mee willen doen. En de eigen nefroloog zegt van, weet ik niks van. Nou, dan moet je eventjes zeggen van, god, dat is een grootschalig onderzoek. En, nou, jullie hebben nou die internetsite ook gezien. Die internetsite is niet alleen voor patiënten. Er is ook een deel dat speciaal voor dokters is. Okay. Maar in principe horen eigenlijk alle centra er wel vanaf te weten. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus diegene die deze vraag stelt, die was al op de goede weg. Maar daar moeten nog even andere stappen. Ik gebruik nu 3 jaar tof op TAM en heb een nierfunctie tussen 40 en 45. Is het zinvol om over te stappen? Nou, dat is een. Als mensen tolvaptan gebruiken, dan betekent dus dat het een patiënt is die kiestenieren heeft. Want tolvaptan wordt alleen gegeven aan patiënten met kiestenieren. En het vervelende is dat deze medicijnen, SGLT2-remmers, patiënten met kiestenieren uit alle onderzoeken werden uitgesloten. Dus er is eigenlijk nog nooit een patiënt met kiestenieren behandeld. We hebben er geen enkele ervaring mee wat dit doet. En theoretisch was er namelijk bepaalde zorg. Want als je deze geneesmiddelen geeft, gaat je vasopressine omhoog. En vasopressine wordt juist geblokt door tolvaptan. En er was een dierexperiment dat was wat de aanleiding tot zorg. En daarom worden patiënten met kiestenieren worden nu uitgesloten van behandeling. Wij gaan dat nu ook onderzoeken. We zijn bezig daar een groot onderzoek op te zetten. Maar dat zal nog een tijdje duren. En in de tussentijd niet stoppen met tolvaptan, overstappen op SGLT2. Nee, gewoon doorgaan met tolvaptan, SGLT2. Remmen is nog geen optie voor de mensen met kiestenieren. Nou, wanneer start het onderzoek? Dat hebben we behandeld. Hè? Dat is duidelijk geworden in je slides. Volgens mij las ik op de dia met wie niet mee kunnen doen.
verlaagd minder dan 30% nierfunctie en inname afweeronderdrukkende medicijnen afgelopen 6 maanden. Hoe zit het dan met transplantatiepatiënten? Daar heb je altijd afweeronderdrukkende medicatie natuurlijk. Ja. Ja, nee, met transplantatiepatiënten kunnen gewoon meedoen, onafhankelijk of ze afweeronderdrukkende geneesmiddelen gebruiken. Het gaat erom het tijdelijk gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen. Dus als je er gewoon continu op staat, kan je gewoon meedoen. Maar okay. Mensen die af en toe een kuurtje hebben, dat is bijvoorbeeld transplantatiepatiënten die afstoting hadden en daardoor even een kuur hele intensieve afweeronderdrukkende medicijnen, die kunnen ook niet meedoen. En als je een nierziekte hebt die de afgelopen paar maanden even met een hele intensieve kuur is behandeld, die kunnen ook even niet meedoen. Maar zit je gewoon op een continue dosis, kan je gewoon meedoen. Ja. Ik zie hier nu iets staan van een Belgische kijker. Ik ken deze meneer. Fijn dat hij ook aangesloten is. Ik ben hier getransplanteerd in Vlaanderen. Doe mee aan de studie bij ons Renomed. Begonnen in mei 2021 en mijn nierfunctie is verbeterd. Nou, dat is mooi. Dat is heel mooi goed. Bericht. Ron zei volgens mij zoiets dat het vanzelfsprekend is dat nierpatiënten onder de 18 jaar niet mee mogen doen. Waarom is dat zo? Ja, dat is vanuit wettelijke omstandigheden. Men gaat ervan uit dat je pas bij 18 meerderjarig bent en kunt beslissen of je wel of niet mee kan doen aan wetenschappelijk onderzoek. En voor sommige dingen is de grens dat je meerderjarig bent 16. Voor andere dingen is die 18. Dus medisch-wetenschappelijk onderzoek houdt men meestal 18 aan. Okay. En die Belgische meneer maakt wel een belangrijk punt, denk ik. Kijk, medisch-wetenschappelijk onderzoek, mensen vinden dat ook altijd wel wat eng. Hè? Van ja, dat is een nieuw geneesmiddel, gaat dat wel goed? Maar aan de andere kant, het is voor doktoren eigenlijk essentieel om onderzoek te doen om te kijken of we de situatie voor patiënten kunnen verbeteren. Maar ook voor patiënten moet dat eigenlijk een doel zijn. Dat er meer kennis vergaard wordt, zodat uiteindelijk de behandeling voor nierpatiënten beter kan worden. En ja, tuurlijk, het klinkt altijd wat eng en je moet van die folders lezen waar allerlei dingen in staat. Maar ik zou mensen toch een beetje een hart onder de riem willen steken van doe mee met onderzoek. Niet alleen dit onderzoek, maar überhaupt met onderzoek. Omdat we met z'n allen toch de taak hebben om medische wetenschap een stapje vooruit te brengen. Ja, ja. Dit zijn eigenlijk wel die via de chat zijn binnengekomen. Ik heb ook nog wel even een vraag die van tevoren al wel binnengekomen is. Als je nou een nierfunctie van 29 hebt, die schommelt. Ja, het gaat erom of je op die screeningsvisite, of je er dan aan meedoet. Als je dan aan voldoet, als het dan net precies beneden de grens is, is het goed. Doe je gewoon mee. Ook al is hij de volgende keer net weer iets hoger. Is hij per ongeluk net iets te hoog, mag je nog een tweede keer gescreend worden. Zit je dan weer erboven, dan houdt het op. Je mag twee keer gescreend worden om te kijken of het kan. Dan nog een andere vraag. Welke nierziekten komen voor deze studie in aanmerking? Kan deze medicatie ook helpen bij een verslechterde nierfunctie door PCKD? PCKD. Dan denk ik dat men polycysteuze nierziekte, dus kiestennieren ook weer bedoelt. Daar is dus even een uitzondering. Dat is net geantwoord. Dat niet kan. Maar in principe alle andere nierziekten behalve kiestennieren komen er voor in aanmerking. Ja. Dan vraagt toch nog iemand, waar bestaat de screening uit? Nou, zo'n screeningvisite, dan wordt er gekeken van, belachelijk hoor, maar klopt je leeftijd? Ben je wel ouder dan 18 jaar? Heb je alle informatie goed begrepen? Heb je geen extra vragen meer? En er wordt gekeken van of je voldoet aan al die eisen voor het onderzoek, of je nierfunctie voldoet en of je niet gereden hebt om niet mee te doen. Want de belangrijkste lijst heb ik hier weergegeven, maar er zijn soms nog een paar hele kleine uitzonderingen. Ik heb niet die hele lijst laten zien, maar daar wordt dan even gekeken bij zo'n screeningvisite. Maar daar worden geen rare dingen gedaan of zo, geen bijzondere dingen. Excuus hoor. Excuus. I'm busy.
Ja, ik zit in een hotelkamer. Ja, 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 ja. Ik kan ja. het bed opmaken, ben ik bang. Ik dacht al, je moet nu op zijn Frans over. Ja. Ik heb Joran vraagt nog zijn vraag kan meegenomen worden. Zelf heb ik gelukkig ondanks nieren vol met kiestes nog een hele goede nierfunctie. Is het dan al verstandig met het oog op bijwerkingen te beginnen met SGLT2? En ik had hem eigenlijk overgeslagen vanwege kiesten. Verhaal. Ja, het is weer hetzelfde. Hè? Mensen met kiestnieren nog even terughouden. Even niet doen, dat we meer kennis hebben. Maar ook daar zijn we dus bezig om een groot onderzoek op te zetten. Ja, ja, ja. Even kijken. Ik ben er eigenlijk... Er vraagt nog wel iemand iets over medicijnen. Maar dat is eigenlijk iets wat misschien niet zozeer hier... De vraag is over medicijnen voor afstoting. Worden op kamertemperatuur bewaard? En wat doe je dan als het zo warm weer is? Dat is toch een vraag uit de warme tijd. Onderzoeksmedicijnen moeten vaak bij bepaalde temperatuur inderdaad bewaard worden. Niet diep gevroren, maar ook, mag ook niet te warm worden. Nee. Dat is vanuit kwaliteitseisen is dat. Het is eigenlijk een beetje belachelijk hoor. Maar daarom moeten onderzoeksmedicijnen moeten soms in de koelkast bewaard worden. Ja. Niet dat het nou echt relevant is hoor. Maar, ja. Nee. En tot wanneer kan je aanmelden voor het onderzoek? Oh, dat duurt nog tijden. Want ik heb een aantal mensen die je mailden diep in de nacht. Van ik wil meedoen en straks kan ik meedoen. Ja. Zo snel mogelijk beginnen. Nee, die hele inclusieperiode, dat duurt wel 1,5 jaar, 2 jaar. Dus er is geen enkele haast. Maar wat is een inclusieperiode? Je kunt gewoon wachten tot je volgende reguliere bezoek aan de polykliniek, om het daar te vragen en daar aan te geven. Dus geen reden om vervroegd naar de poly te gaan. Geen reden om direct contact op te nemen met je behandelaar of e-mail te sturen. Dat kan gerust even wachten. Oké, ik heb nog een andere vraag, komt er binnen. Wat is het voordeel voor de patiënt om mee te doen, behalve het wetenschappelijk vanuit het wetenschappelijke oogpunt? Ja, dat is de belangrijkste reden, het wetenschappelijk oogpunt, het vermeerderen van kennis. Want kijk, als individuele patiënt, er is 50% kans dat je het geneesmiddel treft en 50% kans dat je een neptablet treft. Ja, je weet het niet van tevoren. We gaan ervan uit, we hopen dat het actieve geneesmiddel beter werkt dan de neptablet, maar ook dat weten we niet. Dus we kunnen geen enkele garantie geven natuurlijk dat we de prognose ook echt verbeteren. Het gaat echt over het vermeerderen van kennis en dat we over 5 jaar zullen weten of we deze medicijnen die nu aan heel veel patiënten gegeven worden in de vroege fase van de nierziekte, of we die ook kunnen inzetten bij mensen met een slechtere nierfunctie in dialyse en transplantatie. En ja, kennisvermeerdering is toch echt belangrijk. Ja. Degene over de leeftijd van 18 jaar komt met de oplossing. Stel dat je nu 16,5 jaar bent. Kan je dan al wel laten weten dat ik je over 1,5 jaar mee wil doen? Altijd. Ja, tuurlijk. Ja. 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 Oké. Ik ben getransplanteerd en gebruik de medicatie al. Oh, dat is zeldzaam. Want we zijn nog steeds wat terughoudend om het in te zetten bij patiënten na niertransplantatie. Omdat we niet weten hoe goed het helpt. En wat natuurlijk ook is, stel je voor je krijgt blaasontstekingen. En je gebruikt afweeronderdrukkende geneesmiddelen. En die nieuwe transplantaatnier is rechtstreeks op de blaas aangesloten. Het is ook gewoon goed om dit te onderzoeken in een onderzoekssetting, om daarachter te komen. Daarom zijn we allemaal nog een beetje terughoudend om dat zomaar aan deze patiënten te geven. Maar als je het al gebruikt, ja, dan zou ik er niet mee stoppen, denk ik. En dan zou ik het gewoon ervan af laten hangen. Maar in principe zou je het nog over kunnen hebben met je arts. Van god, ik krijg nu dit geneesmiddel al. Maar ik heb gehoord dat er ook een onderzoek mee is. Ik wil er eigenlijk liever mee stoppen en in onderzoeksverband meedoen. Nou, dat kan. Dat kan. Oké, ik ben eigenlijk hier door de vragen heen, die van tevoren gesteld worden en die via de chat gesteld zijn. Ik
zou bijna zeggen, nog een laatste kans aan de kijkers. En zo niet, dan gaan wij eigenlijk afsluiten. Dan zeg ik dat de opname natuurlijk beschikbaar komt. Dat er nog een evaluatie richting de kijkers of de inschrijvingen volgt. Omdat we natuurlijk altijd willen weten of er nog andere dingen belangrijk zijn. We danken jou, Ron. Graag gedaan. En ik kreeg net al van iemand Franstalige merci et au revoir. Ja, ja. Dus die heeft heel goed begrepen dat ik in Parijs zit en dat ik nu doorga met mijn vergadering. En ik nog eventjes aan jullie denk. Ja, ja, oké. Okay. Ik denk dat het heel helder en informatief was. Het is dus straks terug te vinden op de website van de NVN en nieren.nl. Dankjewel. En, goed weekend, hè? Veel plezier. Tot dan. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.